Nou jongens, daar gaan we. Zo! Oh my god! Roadtrip om. Dit is echt super vet. Wat is dit nou weer? Dat wordt op eieren lopen. Maak je onsterfelijk. Hoppa! Oh, hoor je ze breken? Oh, kom even. Waar kun je nog meer op letten? Oh, jongens. Als ik eruit vlieg, dan wil ik graag dat jullie aan dit moment terugdenken. Ik pak hem dan wel. Ja. Is hij weer zo zwaar? Ja. De stoel hier. Oh, wat fijn. Ik denk dat deze stoelen jullie bekend voorkomen. De eliminatiestoel. Juist. En dat betekent dat er voor jullie geen plek is bij de eliminatie. Jullie zijn door. Oh. Jammer. Tijdens de roadtrip is er één ding duidelijk geworden. Niemand denkt zeker te weten wie de mol is. Nabil stond hoog op de verdachtenlijstjes. En sommige kandidaten beseffen dat ze met zijn eliminatie met de schrik zijn vrijgekomen. Het had zomaar einde oefening kunnen zijn. Behalve voor de mol. Bij de komende opdrachten staat er veel op het spel. Er zijn troeven te verdienen. En één kandidaat kan een afspraak winnen met de mol. Die heeft belangrijke informatie over het molgeld. En dat is wel wat waard. Ik ga even staan. Lief allemaal, ik wil graag proosten op deze nieuwe prachtige dag. En dat wij met z'n vijven over zijn. En dat we weer een fantastische dag gaan hebben met elkaar. Cheers! Cheers! Santé! Cheers! We zijn nog maar met z'n vijven over na het vertrek van Nabil. En we komen aan bij een waanzinnige villa. Even geen hotel, geen bed and breakfast, maar een enorm huis. Je weet niet wat je ziet als je hier de gordijnen open doet 's ochtends. Echt alsof ik in een ansichtkaart sta. Het is een soort droomlocatie. Ik hoor dat hier heel veel haaien zijn, hè? Hier veel haaien? White sharks, zag ik ook al. En dan, je mag niet zwemmen in de zee. Wat omdat er overal witte haaien zijn hier. Ja, echt veel ongelukken dagelijks. Wow. Oh, maar dan gaan we niet de zee. Dagelijks? Wat? Hier, dan mag wordt wel iemand door midden gebeten door een haai. Maar stel even los. En nu de eindstreep zo in zicht komt, wordt eigenlijk iedereen ineens verdacht. Aan de ene kant hebben we het superleuk met elkaar, maar aan de andere kant word je ook steeds wat meer suspicious naar de rest. En die donkere grijze wolk, die hangt wel boven onze hele gezellige momenten die we ook hebben. Wat denken we ervan, mensen, van vandaag? Oh, we gaan iets heel spannends. Het wordt een heerlijke dag vandaag. We gaan iets heel spannends doen. We gaan iets actiefs doen. Ja. Als we gaan kanoën, dan zeg ik het daarbij. Ga je niet kanoën? Nee. Dat is superleuk. Ja. Als je een vrijstelling te verdienen valt, ga je wel hoor. Als je dan een kopje ondergaat en zo, dat, dan red ik jou. Ja, oh ja, dat is waar. Ja. Maar hou je niet van dan water? Dan een kano. Ja. Hou je niet van water of van je kano? Van van eng. We
kwamen aan op een groot groen veld. Dus lekker een soort van een rugbyveld of zo. Maar mijn oog spotte meteen een windvaan. En ja, dat heb je eigenlijk alleen als je iets gaat doen met de lucht. Toen we aankwamen bij Rick zagen we 5 vlakken staan. We zijn nog met 5 over. Dus ja, wat zou dat betekenen? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoop dat jullie er een beetje zin in hebben vandaag. Want jullie gaan paragliden. Oh! Yes! Ik heb het nog nooit gedaan. En ik vind het ook best wel spannend. Maar ik dacht meteen, dit is zo gigantisch vet. Niet alleen vanwege het fantastische uitzicht. Maar de vlucht kan ook geld en troeven opleveren. Jullie bepalen zelf waar je gaat landen. Er zijn 5 landingsplekken. Vak 1 levert 1000 euro op. Vak 2, 2000 euro. Vak 3, 1 joker. Vak 4 is goed voor 2 jokers. En vak 5 voor 3 jokers. My god. In elk vak mag maar 1 kandidaat terechtkomen. Oh mijn god, dit zijn de vakken. Zijn het er meer, dan is dat vak niets meer waard. Behalve vak 2. Daar moeten tenminste 2 kandidaten landen, wil je die 2000 euro incasseren. Het is daarom goed dat jullie van tevoren onderhandelen over wie in welk vak terechtkomt. Dat doen jullie niet nu. Dat doe je zo in de lucht. Super. Lekker. Fijn. Als je eruit bent, dan mag je het vak van je keuze duidelijk maken aan je paraglider. Heel veel plezier. Thanks. Wauw. Ja, maar heel eerlijk, je kan met deze groep afspraken maken, maar ik denk dat dat totaal misgaat. En al helemaal als je maar 3 minuten krijgt in de lucht. I'm a little bit scared. That's perfectly normal. Oké. Nou ja, we gaan het gewoon doen, dit. Hey, sorry, het is echt wel hoog, nee. Hè? Nou, ik vind het vrij hoog, ja, Daniel. Ik ben heel blij dat ik een hele ervaren meneer achter me heb. Die dit gewoon al heel lang doet, dat heb ik ook even gevraagd. Ik heb een beetje hoogtevrees, meneer. Maar kom wel goed. Oh, jeetje, ik ga dit gewoon echt doen. Ga ik paragliden? All right. Is je voorstel? Yes. Get me home safe, Anton. Ik dacht, ja, oké, dit is echt iets wat ik zelf misschien niet zo snel zou doen, maar wat ik hier met open armen aanga. Oké, you ready to run? Ja? Oké, let's go. Run, run, run. This is awesome. Het gevoel van zweven, van vrijheid, tussen de bomen doorvliegen, dat is echt fantastisch. What the fuck? Ja! Wow! Ik denk eigenlijk alleen maar, wauw, dit is zo vet dat ik dit meemaak. Wauw! Zo dicht tegen de bomen? Ja, dan moet je dus van een berg afrennen en dat is echt mega onnatuurlijk, want je rent gewoon de afgrond in. Oh my god! Toen wipte ik zo naar achter en we hadden eigenlijk best wel lekker de wind zo in dat ding. Oh my god! En toen zat ik gewoon zo lekker in dat stoeltje en toen dacht ik, oké, nu is het tijd om te onderhandelen. Jongens, zijn jullie er al? Daniel gaat nu omhoog. Ik sta nog. Je gaat er soort van zitten in dat ding. En het is in één keer sereen. Het is heel rustig. Je hoort bijna niks meer. Ja, het is bijna een beetje alsof je in een droom zit. Het is zo rustgevend. Wauw. Oké. Kandidaten, hier is Rick. Jullie hebben vanaf nu 3 minuten om te onderhandelen. Oké. En ik denk, oké, weet je wat? Ik ga deze keer gewoon een keer beginnen. En ik ga mijn strategie de groep in gooien. Mag ik iets voorstellen, jongens? Ja. Ja? Oké, ik denk,
Ranomi en ik hebben bij de laatste test geen jokers gehad. Ranomi, de meeste jokers. Ik daarna. En dan nummertje 3 wordt of Daniel of Anke. Wat denken jullie daarop? Ranomi heeft eigenlijk nog nooit een joker gehad. Dus ik vind dat zij eigenlijk wel de meeste jokers verdient. Vak nummer 5. Met 3 jokers. Ik moet ook iets meer aan mezelf denken in dit spel. Dus ik denk, weet je wat? 2 jokers. Vak 4. En dan Anke of Daniel. Vak 3. Voor de 1 joker. We kunnen toch 5 jokers verdelen? Ik had me voorgenomen om niet gelijk heel erg heftig te zeggen wat ik over iets denk. Ik dacht, laat ik eerst even luisteren naar wat de anderen hebben bedacht. Jongens, ik wil even één ding voorstellen. We kunnen met z'n allen 1 joker hebben en 3000 euro. Het is helemaal simpel. Je laat 3 mensen op het geld staan, zodat je 3000 euro hebt. En de overige 2 op 3 en 2 jokers. Dan heeft iedereen een joker en hebben we de maximale pot binnen. Heel simpel. Als 2 mensen in het geld gaan en 1 persoon de 3 jokers pakt en 1 persoon de 2 jokers, kunnen we ze verdelen. Ja, het leek mij heel logisch eigenlijk om op die manier dit spel door te gaan. Laten we voor vak 4 en 5 gaan en 1 en 2. En dan verdelen we de jokers. Maar waar moet ik dan op? Waar moet ik op? Dit is Jure. Wie? Waar? Jongens, ik ben er bijna. Ik wilde echt op tijd weten waar ga ik naartoe. En daar kreeg ik niet een duidelijk antwoord op. Wat moet ik doen? Gaan we de jokers verdelen, of wat? Maar waar moet ik dan op? Dit is Jurre. Dat gesprek ging echt heel rommelig. We hebben 2 theorieën gehoord van Daniel van Soy. En toen op een gegeven moment waren de 3 minuten om en de verbinding was weg. Do you want to land in a specific block? We hebben geen verbinding meer. Dus het enige wat ik denk is, het hangt nu af van ieders eigen beslissing. 5. I think 5. Ja, gaan we naar 5. Dan zit ik in ieder geval safe. Ik moet ook iets meer aan mezelf denken in dit spel. Dus ik denk, weet je wat? Ik ga gewoon naar vak nummer 5. Met 3 jokers. Wow. I don't hear them anymore on the phone. Where you wanna go? Oh, where should I go? Okay, let's land in, let's say... It's okay to go to go to 2. Ik geef aan mijn piloot door dat ik naar vak 2 ga, dat ik voor het geld ga. En ik vertrouw erop dat de rest mij een joker overhandigt. En ik ga ervan uit dat er nog iemand in dat vak staat met mij. En dat we het meeste geld verdienen voor de pot. Number 4. Tegen mijn instructeur zei ik, doe maar nummertje 4. En dat was het vak met 2 jokers. Ik wilde natuurlijk het liefst op jokers landen, omdat ik van mezelf weet dat ik die netjes zou verdelen. Dus ik vond dat het meest fijne, omdat ik anderen niet zo heel erg vertrouwde mee. Ik zou het niet zo prettig vinden als Soy op de 3 jokers zou landen namelijk. You can land in number 4. Number 4. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, ik wil ook niet per se die speler zijn. Ik wil ook gewoon geld voor de pot pakken en ook laten zien aan de groep dat ik ook voor de groep vaak kies. Or go in, sorry, one in one. Just go number 1. Yeah. Dus ik zeg tegen mijn paraglider-instructeur van joh, ga naar de 1000. Dan weet ik in ieder geval dat ik 1000 euro voor de pot heb verdiend. Dan is het wel echt een duivels dilemma van ga ik nu voor de groep of ga ik voor mezelf? I want 3. Ik wil winnen. Dus ja, die troeven zijn me dan echt super, super, super veel waard. Oh. Okay, run forward, run forward. Oh. Oké. Okay. Nou, dat was niet echt een enorme bespreking, maar... Maar nu moeten we zorgen dat de rest voor het geld gaat, zodat we 3000 euro hebben en gewoon 5 jokers om te verdelen. Oeh. En ik zie Jurre ineens afgaan op de 1 joker plek. Yes! Oh, Jurre gaat weer voor de jokers. Ah. Ja, man. Fok dat geld. Ik ben geland, jongens. Ik ben geland. Ja, nu hebben we 6 jokers in het spel. Wat gaat de rest doen? Nu kunnen we ook niet meer eerlijk verdelen, want er is 1 joker meer in het spel. Dan komt het toch aan op ieder voor zich. Ik dacht, weet je wat, ik ga sowieso voor geld. Dan doe ik dat maar in ieder geval. Dan heb ik in ieder geval zelf iets voor de groep gedaan.
Dus ik land op de 1000 euro. Waarom gaat hij nou voor 1? Je moet naar 2. Waarom ga je voor 1? Ja. Hé? En toen landde ik erop en dacht ik, oh nee. Ik had op de 2000 moeten landen, want Anke was toch achter me. En dat was natuurlijk veel logischer geweest, want nu had Anke... Ja, die kon alleen maar in de 2000 landen en dat bracht helemaal niks op. Super stom. Are they already there? Did they already land? Everybody landed. Everybody landed? Ja. Als laatste kom ik aan en zie ik hoe iedereen zijn keuze echt heeft gemaakt in plaats van hoe we het eigenlijk hadden besproken. Wow. Ja! Ik kom neer met die parachute en ik ben zo pist. Ik dacht echt gewoon, wat maken jullie me nou eigenlijk? Wat zijn we hier nou aan het doen? Waar slaat dit op? Waarom zou je ooit in 1 gaan staan? Daniel moest in 2 gaan en dan kon... Ik hoor, ik heb niks gehoord van jullie. En jullie gingen al gelijk zelf voor de jokers. Ja, maar... Zo arrogant, sorry hoor. Ja, het is echt niet oké dit. Zoe staat in vak 5, Ranomi in vak 4 en Jure in vak 3. En Daniel staat in vak 1, wat ik ook niet begrijp. Want waarom is die niet op vak 2 afgegaan? Waarom zou je voor 1000 euro gaan als je ook 2000 euro kunt verdienen? Maar goed, prima. Veel dus de plezier. Lijn wordt gewoon verbroken. Er is niks overlegd. Even serieus. Nou ja, ik ben een plan gekomen. Nee, dus het was geen plan. Ik zeg nog, laten we wat jokers verdelen of zo. Ja, dat zei ik ook. Echt super supportive. Ja, we hadden 3 minuten. Daniel is gewoon gekwetst en niet heel blij. En ik zie ook aan Anke dat zij ook niet blij is. En dat begrijp ik ook heel goed, want de conclusie is, iedereen is toch voor zichzelf gegaan. En wie dat nou precies heeft bepaald, dat is ook een beetje onduidelijk. Zo, kandidaten. Lekker gevlogen? Zeker. Ja? Zeker. Mooi zo. Genoten van het uitzicht? Ja. Heel goed. Nou, jullie hebben inderdaad allemaal een vak gekozen. En dat heeft bepaalde consequenties. Om te beginnen zijn er 3 jokers gepakt. Door Soy. Yes. Alsjeblieft. Dankjewel. 2 jokers voor Ranomi. Alsjeblieft. Wel de eerste joker. En 1 joker voor Jure. Alsjeblieft. Dankjewel. Again. Is er ook geld verdiend? Niet 2000 euro, want daar was alleen Anke. En dan moesten er 2 landen. Dus dat is 1000 euro voor de pot van Daniel. Zal ik die aan jou geven? Is goed. Nog steeds penningmeester? Nog steeds. Oké, dan. Gefeliciteerd, jongens. Dankjewel. Tot later. Dank je. Later. Oké, jongens. Ja, jongens. Wat gebeurde er nou? Wat gebeurde er? Nou ja, ik had een plan. Dat heb ik in de groep gegooid. Nee, dat is geen plan. Ik zeg, ik ga voor de 3 jokers. Klaar. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, Ranomi mag voor mij part voor de 3 jokers gaan, omdat ze de vorige keer geen joker heeft gehad. En dan ga ik voor nummertje 4. Dat hoorde ik ook. Dan heb ik 2 jokers. En dan mag Daniel of Anke voor de 1 joker gaan. Want Jure heeft in dit hele spel al heel vaak heel veel jokers gehad. Dus ik dacht, dan kunnen we dat doen. Maar toen kwam jij daarna, Daniel, met een plan voor die 2000 euro te pakken. Ja, dat iedereen ook 1 joker en dat iedereen krijgen. Dan een joker kan krijgen. Dat vond ik zelf maar vervolgens ga jij naar de 1000 euro. Ik heb jou niet gehoord, dan ben ik de boosdoener. Nee. Iedereen heeft voor zichzelf gekozen hier. Zeggen we niet. Voor de pot en ik ben de boosdoener. Nee, we zitten gewoon in dingen in fases. Want het was toch, we kunnen die jokers toch verdelen? Ja. Maar kijk, ik ben gewoon echt super pis, sorry. Ja. Maar hebben jullie nu een voorstel qua wat we willen doen met jokers? Nou, laten we daar nog even over nadenken, toch? Uiteindelijk kwam het erop gewoon neer dat ik me gewoon genaaid voelde door de groep. En Anke ook trouwens. En dat wij eigenlijk gewoon zeiden tegen de mensen van ja, jongens, dit is niet eerlijk gespeeld op deze manier. Jullie hadden een ontzettend groot voordeel wat jullie hebben misbruikt, zonder dat jullie daar recht op hadden. Maar laten we gewoon even een paar minuten over deze situatie nadenken. Ja, en dan is het wat meer... Oké, dus jij hoeft niet na te denken. Ik had gewoon niet moeten beginnen over namen in het begin. Dat is gewoon ruis, dat is gewoon stom. Want uiteindelijk is natuurlijk gewoon het idee van Daniel het beste idee geweest. Alleen omdat jij op nummertje 3 bent gegaan, heb je eigenlijk sowieso dat we te veel jokers in het spel hebben om eerlijk te verdelen. Ik voelde me natuurlijk wel een klein beetje schuldig of zo, omdat ik dacht, ik heb toch weer voor een joker gekozen. Ik ben best bereid om want dit is al mijn 4e. En dat doet me best wel pijn aan het hart. Maar dat ik misschien mijn joker dan aan een van jullie geef. En misschien kan degene met de meeste jokers er ook eentje afstaan. Ja.
Nou ja, dan, mij, heeft dus, dan heeft dus iedereen jokers behalve ik. Nee, maar volgens mij, we hebben 6 jokers, we hebben 5 mensen. Als iedereen 1 joker krijgt, dat kunnen we nu afspreken. En dan moeten we nog even beslissen wat we met die laatste doen. Ik dacht alleen maar, jongens, weet je, we hebben geld verdiend. Niet maximaal, maar we hebben geld verdiend. En we hebben jokers verdiend. Dus als dit nou zo'n probleem is, ben ik best wel bereid om 1 joker weg te geven aan een andere kandidaat. Het enige dat ik bij Anke wil checken als ik haar een joker geef, wat voor reactie daarop komt. Ben je zeker? Alsjeblieft. Ben je er blij mee of niet? Ja. En ik zie wel dat ze oprecht heel blij is met die joker. Bijna dat ik denk, dit kan je niet spelen. Dus ik denk, oké, interessant. Ze heeft hem denk ik wel echt heel hard nodig. Oké, geef jij dan 1 aan Daniel? Nee, maar misschien moeten we nu, want nu gaat het weer vaag. Nee, het gaat niet vaag. Ik heb 3 jokers en ik geef sowieso een joker aan Anke. Oké, maar voelen we ons dan goed bij hoe we dit nu hebben bedacht? Zeker. We zijn er nog niet uit en dat hoeft ook niet, want je voelt gewoon, er wacht weer een nieuwe opdracht. En ik denk ook, als we een nieuwe opdracht ingaan, dan moet je weer even alles op nul zetten. Ook met je zoektocht naar de mol, maar ook met alle dingen die er in de groep spelen. We gaan zo op dit strand van Gaukama 3 opdrachten doen. Bij de eerste 2 opdrachten valt steeds 1 kandidaat af. Degene die als laatste klaar is. Bij de derde opdracht vallen 2 kandidaten af. Uiteindelijk blijft 1 kandidaat over. Degene die als eerste 1935 euro heeft verdiend. Die kandidaat heeft morgen een afspraak. Met de mol. Ja, ik zie dat telefoontje staan. Het enige wat ik denk is, die herken ik uit Amsterdam. Het allereerste wat we hebben gedaan was een telefoon opnemen. Hoe graag wil ik die telefoon opnemen? Heel graag. Succes. Dankjewel. Leuk jongens, een echte molafspraak. Ik denk meteen, deze opdracht is voor mij. Deze moet ik winnen, deze wil ik winnen en deze ga ik winnen. Eerste opdracht is, je wordt aan een touw vastgemaakt aan een paal en je moet eigenlijk dat touw eraf zien te halen om vervolgens naar een ander paaltje te rennen waar de sleutel is om jezelf los te maken en het touw los te maken. Hoppa! Ik begon een soort van met draaien, maar ik begon ook met dat touw zo vast te houden, zodat hij dus niet in de knoop ging. Want ik dacht, het is een lang touw. Als dit in de knoop komt, ben ik heel ver van huis. Ik zit dat touw er allemaal af te halen en eraf te halen en daardoor maak ik ook een knoop in dat touw. Dus ik dacht, nou, dit is niet mijn opdracht. Ergens op 2/3 van het touw dacht ik, volgens mij heb ik wel genoeg. En ik dacht meteen, dit gaat niet mijn einde betekenen. Ik moet door. Voordat ik het wist, had ik gewoon alles ervan af. En kon ik rennen naar het paaltje voor de sleutel. Terug naar die paal, touw losmaken en dat touw meenemen. Toen kwam ik aan bij een doosje. Hier naar rechts. Er stonden vooral heel veel woorden op met 4 keer naar rechts, 4 keer naar links, 4 keer naar boven, 4 keer naar onder. En dat stond allemaal zo onder elkaar in rijtjes. En ik begon eigenlijk met het cijferslotje te draaien als hoe dat op de kaart stond.
Jack. Jack. Kom maar, Toad. Stapgewijs naar de code toe. Ja, stapgewijs, stapgewijs. Oh, zo stappen. We moeten dus een code schrijven in het zand. Oké, rustig, concentreren. Ik moet gewoon precies doen wat er staat. Ik heb mezelf losgemaakt, dus dat lukte. Touw was los, ik was los, samen met de touw naar de volgende paal. Wat begrijp ik hier nou niet aan? Ik denk, oké, focus. Gewoon mijn eigen spel spelen. Misschien komen zij niet uit een volgende. Het gaat je wel lukken. Blijf rustig. Dat is mijn kracht. Gewoon rustig blijven. Volgens mij moet ik met mijn teen gewoon zo stappen zetten. Dan trek ik een lijn. En wanneer ik dat eens aan het doen was met mijn teen in het zand, kwam daar zo waar een cijfer uit. Er zat een soort van harkje met daaraan een clip en dat kon ik dus aan het touw doen. Toen ben ik keihard naar het volgende stuk gerend. Daar lagen 3 scheppen. En tuurlijk wilde ik het liefst het rode schepje, want dat was het schepje voor het kleinste vak. Want bij het rode vak hoef je maar zo min mogelijk te graven. Als laatste, dan val je er eigenlijk gelijk af en daar baalde ik ontzettend van. Ik heb gewoon mezelf echt letterlijk en figuurlijk helemaal in de knoop gelegd. Dat was de gele. Dus voor het grootste vak. En toen dacht ik, dit is zo moeilijk. Laat me nu gewoon het schepje hebben en dan kan ik in ieder geval beginnen met scheppen. Hey, hij is open! Nou, wat een gezelligheid. Wat een gezelligheid. 4, 3, 9, 7. Ja, ik kan wel in het zand schrijven, maar ik kan dit ook met mijn vinger gaan bedenken. En toen kwam ik heel snel tot 4 cijfertjes uit en het slotje gaat open. Yes. Ga weg, Renomi. Ga weg. Voorzichtig, zorgvuldig. Ja! Hoppa. Ik heb een groene schep, dus ik moet naar het groene vak. Dat is het middelgrote vak. We kunnen met dit gave €935 verdienen. Verdeeld over 7 kokertjes. Die 7 kokertjes moet je dus vinden. 1. Er zat dus in ieder kokertje een bepaald bedrag. Dus je had een tientje, 25, 50, 100, 250, 500 en 1000. En dat maakt dus met z'n allen bij elkaar 1935. Ik
ik heb het roze schepje. En het roze schepje betekent ook het kleinste vakje om te scheppen. Yes. Het is gewoon balen als je de opdracht niet helemaal kunt afmaken. Dus ik was behoorlijk ziek ervan en moest uit het spel. Scheppen is niet mijn favoriete bezigheid, maar als ik ergens voor ga en als ik een duidelijk doel heb, dan ga ik er ook voor. Ah, mensen, wat is het zwaar. Ik sta echt als een soort van crazy maniac dat ding leeg te scheppen. En het is zwaar, jongen. Je hebt uithoudingsvermogen, sorry. Je hebt het gewoon. Altijd tegen jezelf praten, Ranomi. Tegen jezelf praten, je kan. Ik dacht alleen maar niet praten, alleen maar doorgaan. Zolang ik een kans heb, ga ik door. Naomi, hoeveel heb je er? Ik moet er nog één. Hoeveel jullie? Ik moet er ook nog één. Ik heb 5 kokertjes. Ranomi zit op 6. En Jurre is ook nog op zoek naar 1 laatste kokertje. Dus nu wordt het echt spannend. Ja, ik heb er 7. Nee! En toen heb ik ze alle 7 onder elkaar gelegd. 1.650. En toen had ik 1.935 euro. Ja! Ah. Oh, jeetje. Gefeliciteerd met de 1.935 euro die je gewonnen hebt. Ik verheug me op onze molafspraak. Vergeet niet om de geldbiljetten die je nu in handen hebt mee te nemen. Voor iemand anders is het ook een hele spannende dag vandaag. Absolutely. Interessant. Ik zit dus de hele tijd om me heen te kijken van... Oké, Jurre is blij, want die heeft dus die molafspraak. Maar met wie heeft Jurre die afspraak? Wie is er gespannen? Wie is er blij? Wie is er... Ja, bij wie is er iets anders te voelen dan normaal? En één iemand in deze groep weet dat hij straks met Jurre oog in oog gaat staan. Ik zag wel dat jij vanochtend nog je wenkbrauw ging knippen. Voor mijn date. Ik merkte eigenlijk dat Daniel totaal zichzelf was. Anke eigenlijk ook. Maar ik moet toegeven dat ik Ranomi vond ik wel een lichtjes gespannen.
En die is eigenlijk altijd heel erg steady. Maar die was nu heel erg aan het gissen en aan het raden van wat zou je dan gaan doen. Dit zou wel een hele slimme tactiek kunnen zijn van een mol. Om een beetje ja, de gedachtes van haar weg te houden. We komen aan bij een hotel. Dan krijgen we allemaal een kamersleutel. En we krijgen allemaal een andere hotelkamer. En ja, we moeten eigenlijk een paar uur tijd doden. Ik begreep natuurlijk al lang dat dat het moment was waar Jurre naar zijn afspraak zou gaan. Ik deed een deurtje open en toen kwam ik echt in een heel schattig, heel mooi blauw theater. En je hebt natuurlijk geen idee wat er gaat gebeuren. Dus ik keek een beetje zo om me heen en toen dacht ik, ja, ik moet maar ergens gaan zitten of zo, denk ik, in het publiek. En ik was de enige en het was helemaal stil. En er was een heel mooi doek, dat hing zo op de grond. En ineens ging dat doek omhoog. Hey. Ja, was het leuk, je afspraak? Ik lag alleen in de kamer. Was het leuk met jullie? Hey jongens. Hoe is het? Heb je ook zo lekker geslapen? Ja, ik ook. Ik lag in coma. Ik heb ook even de Zuid-Afrikaanse goede tijden slechte tijden gekeken. Oh, echt ja? Ja. Oh, ik zit er helemaal in. Zie wie zaak jij of zoiets? Waar zijn Jurre en Daniel? Ja, die komen denk ik ook zo. Die de mol afspraak. Nee, ik denk dat iedereen nu gewoon klaar is. Jurre ja, heeft nu de molafspraak gehad, dus één van ons heeft met Jurre gedate, zojuist. Hey! Hey! En wat heb jij gedaan afgelopen uur? Hoe lang zijn we hier? Hey! Oh! Waarom moet jij zo gaan? Omdat jij al. Ja, jij bent als enige. Je hebt iets gedaan natuurlijk. Waar kom jij vandaan? Kom even vertel. Ja. Waar kom ik vandaan? Heb je niet geslapen? Huh? Heb jij niet geslapen? Nee, niet geslapen, nee. Ik denk dat ik het sowieso even moet laten bezinken natuurlijk allemaal. Maar kijk, je moet dan wel iets vertellen, toch? Was het leuk? Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Het was leuk en het was super waardevol. Hallo? Goedemorgen, Jurre. Je spreekt met de mol. Heb je de 7 opgegraven veldbiljetten mee? Ja. Heb je eigenlijk al eens goed gekeken naar het molgeld? Een beetje. Op ieder biljet staat een zin in een van de officiële talen die gesproken worden in Zuid-Afrika. Ben je bereid om geld uit te geven in ruil voor informatie? Oké, dat wil ik wel. Alle zinnen op het molgeld zijn finale testvragen. Hoe meer geld jij uitgeeft, hoe meer ik van mijn kennis over de zinnen met je deel. Oh my god, wat sick. Ik zal deze biljetten voor je vertalen. Oh my god, ja, wacht even. Op het biljet van 25 euro staat... Welk karaktereigenschap had de mol bij de opdracht in het hotel? Op het biljet van 250 euro staat. Ja, het was echt heel waardevol. Het was meer dan ik had verwacht. Wat ik gewoon leuk vind om te weten, wat je ook echt kan vertellen. Heb je oog in oog met de mol gestaan? Nee, dat ga ik echt niet zeggen of ik diegene heb gezien of niet. Of wat ik heb gezien of wat ik heb gehoord. Ik voel me een soort orakel nu. Wow.
Nee, ja, maar het is ook nog, natuurlijk ook allemaal nog een beetje landen in mijn hoofd. Ik heb een laatste truc voor je. Sommige zielen op het molveld vertellen je iets over een opdracht die nog komen gaat. Op het biljet van 1000 euro staat: als hoeveelste is de mol geëindigd in de fotowedstrijd? Oké, dus dat komt nog. Het geld dat je uit de pot hebt gespeeld, 1335 euro, moet je hier achterlaten. Succes, Jure, met de zoektocht. Naar mij. Maar Jur, heeft het eigenlijk geld gekost? Dat is een goede vraag. Ik heb niet al het geld uitgegeven. Ik heb nog 600 over. Dat zit nog in de pot, maar ik hou dat wel bij me. Ja, maar de rest van het geld wat over is, dat moet gewoon weer terug naar de penningmeester, toch? Het idee van een penningmeester in een pot is dat één iemand het geld beheert. Ja. En jij gaat nu zelf beslissen, zoals je de hele tijd zelf beslissingen neemt. Dat je dat geld bij je houdt en wat je, of jij dat zelf gaat uitgeven voor jouzelf of niet. Which is fine, maar... Nee, want dat is dus niet wat het is. Het is geld van ons. Dus we kunnen het meerekenen in de pot. Alright, jongens. Nou, wat een avontuur. Let's go. Als Jure de Mol is, is het natuurlijk geniaal dat hij een afspraakje had met zichzelf. Maar ik denk eigenlijk dat hij iemand anders heeft gezien. We hadden 6 jokers met z'n 5 verdiend. Ik heb 2 jokers verdiend. Ja. En ik neem een mega groot risico, omdat dit mijn eerste jokers zijn. Maar omdat we wel een soort van hadden afgesproken dat we ze eerlijk zouden verdelen, krijg jij 1 joker van mij. Weet je zeker? Dan heb ik er 1, heb jij er 1. Dankjewel. Is dat cool? Weet je echt zeker? Ja. Niet heel zeker, maar ja, voor de groep doen we wel. Ja, dat hebben we gewoon eerlijk afgesproken. En jij hebt geld ook in de pot. 1000 euro heb jij opgehaald, dus... Dankjewel. Ik had zoiets van, Daniel, deze mag jij hebben. En laten we dan hopen dat de groep mij zo zielig vindt, waardoor ik dit laatste joker krijg en ik 2 jokers kan inzetten bij de volgende test. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Voor degene met de meeste fouten is het spel voorbij. De mol hoeft nooit naar huis. Mijn hoofdverdachte Nabil is eruit. En dat is gewoon een soort mindfuck waar je niet doorheen kan komen. Maar ik ben gaan rekenen de afgelopen dagen. En dan kom ik toch wel heel erg dichtbij iemand die ik eigenlijk al die tijd heel erg heb vertrouwd. En dat is Ranomi. Maar ze is wel altijd heel erg fanatiek. Lief, open en heel erg bewust van alles. Maar dat neemt niet weg dat Jurre, degene die altijd voor zichzelf kiest, natuurlijk ook heel goed de mol zou kunnen zijn. Wie is de mol? Daniel. Het is toch een soort van gut feeling dat ik denk van, hij is het zeg maar zo niet dat ik hem eigenlijk wel moet verdenken. Het is echt een hele, hele, hele slimme jongen die alles doorheeft, in ieder boekje met een schuin oog mee zit te kijken. Dus hij is bijna te slim om het niet te zijn. Ik heb de angst in Soy en Renomi's ogen gezien toen zij afkwamen van die heftige eliminatie, dat ze hun eigen stoelen hadden meegenomen. En het enige die ik de hele tijd heel cool en afstandelijk en kil vind in het spel, is Jurre. Mijn verdachten zijn Ranomi en Soy, waarbij ik steeds meer neig naar dat Ranomi de mol is. Omdat zij eigenlijk het allermeest fanatiek is van ons allemaal, maar er eigenlijk nooit geld verdient. Ik vind haar de perfecte mol. Soy is eigenlijk vanaf het begin al wel mijn verdachte. Maar hoe beter ik hem leer kennen, hoe minder ik hem betrap op mollen. Maar juist misschien het gedrag tussen de opdrachten door. Het feit dat hij niet een bondje met me wil. Het feit dat hij mij niet echt opzoekt.
Dat vind ik juist verdacht. Kandidaten, ik heb wat voor jullie. Mag ik het pakken? Ik wil het groot. Nee, ik pak groen. Nu heb ik poepbruin. Oh, ik wil het blauw. Jullie staan zometeen ergens in dit gigantische doolhof. Vanaf die plek gaan jullie op zoek naar vragen. Zodra je begint, loopt de tijd. Uiteindelijk hoop ik jullie weer hier in het midden aan te treffen. Zodra je hier gaat zitten, stopt je tijd. En die vragen, die gaan allemaal over de mol. Maak je klaar voor de analoge test en eliminatie. En als jullie jokers willen inzetten, dit is het moment. Wie wil? Ja. Eentje voor jou? Zeker. Daniel, één joker. Anke, één joker. Jurre, één joker. Twee voor Soy. Ja. En één voor Ranomi. Ik wens jullie heel veel succes. We moeten onze eigen testen vinden. Ja, dat is het. Nou, misschien als je het vindt. We waren allemaal verdeeld over een plek in het labyrint. En we moesten eigenlijk door dat hele labyrint te gaan, testvragen vinden, die dan op dat ding beantwoorden en dan zo weer door naar de andere vragen. Dus eigenlijk in plaats van dat je zit achter een tablet, moest je nu rennen door een doolhof en maakte je analoog, zeg maar, de test. Iedereen krijgt een eigen beginpunt met een paaltje met daarop eigenlijk de belangrijkste vraag waarmee je altijd de test afsluit. Dus vraag nummer 20. Dat is: wie is de mol? En vanuit daar kon je eigenlijk alle andere vragen vinden. Oké, wie is de mol? Groen is mijn kleur. Andere kandidaten kunnen hier ook heen gaan en mijn antwoord op deze vraag zien. En dan denk ik meteen, oh ja, moet ik hier de waarheid invullen? Ja, tuurlijk moet ik de waarheid invullen, want dit gaat om de test. Ik wil die test zo goed mogelijk maken. Ik wist dat we waarschijnlijk van elkaar antwoorden konden zien. Maar ik dacht ook, laat dat niet afleiden. Ik moet echt focussen op mijn eigen test. En dan zien we daarna wel wat er daarna gebeurt. Ik besluit meteen, ik moet het super rustig gaan doen. Gewoon stapje voor stapje. Ik ga mijn hoekje afwerken. Een beetje de lintjes volgen van de kleuren. Want als je het gewoon rustig blijft, kun je prima naar het doolhof doorkomen. Vraag 10. Wat heeft de mol het liefst altijd bij zich? Ketting, dat ben ik. Oplader, powerbank, telefoon. Een doolhof, daar ben ik eigenlijk best wel goed in. Dus ik ren eigenlijk verder en ik voel meteen, oké, mijn gebied heb ik gehad. En dan kom ik bij Giel, bij Daniel. Dan denk ik, oh ja, nu ben ik in zijn gebied. Hé, dit was zijn beginpunt. Oh, hé! Jurre, wie is de mol? Jurre. En dan zie ik dat hij totaal op iemand anders zit dan ik. Jurre. En dan ben ik toch blij dat ik dat soort dingen heb gezien. Maar ook denk meteen, kom op Soy, gewoon haast maken, zo snel mogelijk. Zorg dat je al die vragen afgevinkt hebt. De antwoorden van anderen zien, dat was natuurlijk een ongelofelijke twist aan dit spel. En wij proberen niks meer te delen met elkaar op wie we zitten. En ineens kon je alle antwoorden zien. Eish.
Anke denkt aan Naomi. Anke denkt aan Naomi. Ik zit al een paar afleveringen tegen iedereen te zeggen dat ik aan het spreiden ben. Maar dat doe ik helemaal niet. En ik was dus benieuwd wat anderen deden. Maar ik vind het ook wel spannend, want andere kandidaten hebben ook gezien op wie ik zit. Oké, kamergenoot. Ben jij dat serieus? Ja. Wat is het lievelingseten van de mol? En ze doet zo pasta carbonara. En ik sta erachter en ik zo, yo, want dat is mijn lievelingseten. Wat is jouw lievelingseten nu zeggen? Pannenkoeken. Pannenkoeken, oké, dan ga ik niet op haar. Eigenlijk had ik best wel snel een paar vragen. Alleen wanneer ik toen naar andere kanten moest, ben ik volledig de draad kwijtgeraakt. Ah, ik moet er nog heel veel. Met wie had Jurre een molafspraak? Boven zegen. 17, oké. Okay. Oké, okay, ik moet 3 vragen. Bij heel veel vragen zag ik kruisjes staan bij mijn antwoorden. En het grappige is dat ik daarvan schrok, maar toen ook meteen dacht, dit is mooi, want hoe meer mensen op mij zitten, hoe meer ik het gevoel heb dat ik wel een rondje verder kom. Je wordt duizelig van. Oh, loop dood. Loop dood. Oh, hier, wacht. Die heb ik al gehad, kut. Oké, ik ben klaar. Dan ben ik klaar. Ik heb het supersnel gedaan en ik heb alle vragen gevonden. Dus ik heb eigenlijk een super lekker gevoel. Ik kom als eerste aan bij Rick op het plateau. Jouw tijd is gestopt. Ja, ik denk eigenlijk lekker, Anke. En lekker om eventjes een soort van punten te scoren. En in ieder geval geen minpunten te hebben, omdat ik vragen niet had gevonden. God, zo lang was dat. Ja. Of dood. Ah. Ben je echt klaar? Ja. Nee, fuck. Wacht even. Hoeveel vragen heb jij dan? 20. Nee, dat meen je niet. Oké. Nee! Dat loopt dood. Ik vond eigenlijk dat het best wel snel ging. En alleen ik kreeg die laatste 2 vragen niet gevonden. Ik ga stoppen. Daar is het. Daar. Kant op. Ik denk of ik lig er gewoon uit met een rood scherm, of ik ben door. Maar dan maakt het echt niet uit of ik die 2 vragen nog heb. Dan? Lekker zeg. Lekker man. Daniel, jouw tijd is gestopt. Dank je. 7 heb ik gehad. 8 heb ik gehad. 11 en 12. Hoe heb ik er bij die blauwe gehad? Hoe heb ik er bij die andere gehad? En dan zie ik dat Anke en Daniel al klaar zijn met de test. Ja, het gaat toch op tijd. Ik kan 1 vraag niet vinden. Vraag nummer 11. Waar is vraag nummer 11? Ik ga terug. Oké, 1 vraagje kan ik misschien wel skippen. Ik stop er gewoon mee. Gelukt? Ja. Heb je? Allemaal? Eentje niet. Jouw tijd is gestopt. Fijn. Oh my god, yes. Mijn zus stond de mond tijdens het uitgaan van mijn opdracht. Oeh. Naast wie? Waar moet ik nou naartoe? Want waar is dan vraag 9? Dat is ook geen weggetje. Is dit dan een weggetje? Hè? Heb je hem 9 gevonden? Nee, ik moet 9 hebben. Ik had 18 vragen en ik dacht, ja, prima, ik ga terug. Vraag 9 kon ik gewoon niet vinden. En ik besloot om met 19 ingevulde antwoorden te stoppen en terug te gaan naar de verzamelplek. Ah. Waar is, hoe kom ik daar? Mens. Hallo. En? Ik mis 1. Ik nam als 4e plaats.
En eigenlijk in tegenstelling tot de andere testen had ik nu natuurlijk best wel informatie over de rest. En dat gaf mij een relaxed gevoel. Zo. Hey. Oh. En, heb je alles? Nee. Wat heb je niet? Ik heb er 2 niet. 9 wel gevonden? Hè? Heb je 9 gevonden? Nee. Ja, 9 wel. 7 en 8 niet. Laten we kijken wie van jullie de afgelopen opdrachten wijzer is geworden. Jurre. Oh, Lord. Gefeliciteerd, jongen. Gefeliciteerd. Sorry. Yeah. Oh my god, he. Oh, goed zo. Daniel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd, sorry. Maar net. Anke. Zet hem op, jongens. No worries. Was toch super, toch geweldig gehad. Nee. Even. Oh. Ja, jullie ook. Oh. Zet hem op. Oh my god, als laatste. Oh, ik heb eer hoog aan het doen. Ik spreek je. Doei, baby. Bye. Zet hem op, hè. Veel plezier. Komt goed. Tot snel. Doei, jongens. Doei, babe. Anke, rood scherm en dan ook nog met zo'n vlag op je rug. Wat is het ergste? Nou, op dit moment die vlag, maar nee. Nee, ik kan super graag door gaan, dus ik baal ontzettend. Ik ruik de finale ongeveer, dus ja. Yeah. Do you have maybe family around here? Ga naar links. Heb je ervan genoten? Echt enorm van genoten, ja. Vertel. Nou ja, ik ben alles buiten mijn comfortzone gegaan hier. En alles vond ik spannend. En, maar het ene was nog leuker dan het andere. Met als hoogtepunt natuurlijk het koor waar ik zonder te kunnen zingen doorheen ben gekomen. Je hebt de pot nog. Ik heb de pot nog. Zal ik het hele portemonneetje maar aan jou geven? Ja, maar aan wie ga ik het dan overdragen? Geef dat maar aan Ranomi. Ik zal hem aan Ranomi geven. Dank je wel. Heel graag. Ja, bedankt. Dag Anke. Jullie gaan zometeen een safari-rit maken. Yes. Zoek de giraf. Oké. Oh yes, dat is perfect. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. We gaan laser game. Hey, pak hem! Zie je, pak hem! Daar is hij!